met de toegang tot gecodeerde berichten, is nu duidelijk dat het verhaal van de mokromafia steeds complexer wordt. Wat tot nu toe bekend was, is slechts het topje van de ijsberg. En het grote publiek ontdekt elke dag een beetje meer. De lijst van hoofdrolspelers groeit voortdurend en de kaarten worden steeds opnieuw geschud. Met als doel de Nederlandse en Europese onderwereld onder controle te krijgen. Het begin van ons verhaal start in de wijk De Pijp in Amsterdam-Zuid. Destijds beschouwd als een echt opleidingscentrum van toprecidivisten in Nederland. Een van deze toekomstige daders is Gwyneth Marta, die op 8-jarige leeftijd met zijn moeder van zijn geboorte-eiland Curaçao is geëmigreerd. De keuze om te ontsnappen aan de alcoholistische vader die thuis de tirannie uitoefent is niet verwonderlijk. Zodra de moeder met haar kinderen op Nederlandse bodem belandt, komen ze terecht in een volksbuurt. Vol met andere jongeren met dezelfde moeilijkheden. Moeilijkheden die hun samenbrengen. Gwyneth brengt veel tijd door met zijn grote broer Giovanni, ondanks een zeker leeftijdsverschil. In de buurt worden ze echter wel eens voor een tweeling aangezien. En Gwyneth valt op door zijn uitstekende voetbalkwaliteiten. Hoe dan ook, als de trainingen voorbij zijn, ontmoeten de jongeren elkaar weer in de buurt. En beetje bij beetje beginnen de twee broers misdaad te plegen. Snelle overvallen en straatroven. Genoeg om nieuwe kleren te kopen, zoals modieuze trainingspakken. Andere jongeren sluiten zich aan bij het team, dat al snel samen hun gebied vertegenwoordigt. De zogenaamde Jongens van Zuid. De tijd verstrijkt en de cirkel groeit. Dan komt de complete verandering in het leven van Gwyneth, die net 18 is geworden. De zuidelijke jongens hebben het inderdaad naar hun zin in een iconische nachtclub Escape in Amsterdam. Totdat een veet uitbreekt met enkele westerse jongens, waarvan er één 20 jaar oud is, die de naam Moemisch draagt. Dat ontaarde zo erg dat de twee groepen uiteindelijk uit de club worden gegooid. En het is daar dat Moemisch onder invloed van zijn maten. Schiet dan. Hij haalt de trekker over en raakt erbij onder meer Giovanni, die aan zijn verwondingen bezwijkt, in de armen van zijn onafscheidelijke broertje Gwyneth. Dit is een moment dat Gwen's leven volledig verandert en hij kiest onvermijdelijk het pad van een gangster. Moemisch, die kort daarna werd gearresteerd, werd veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en wanneer hij zich in het gevangeniscentrum bevindt, wordt hij geconfronteerd met de realiteit van de geruchten over de zuidelijke jongens. Op de muren van alle cellen is geschreven: Mommy gaat dood. Ook de namen van andere leden van Bende West staan vermeld. Gwyneth zakt steeds dieper weg in de misdaad. Altijd met mogelijke wraak in het achterhoofd. Het is duidelijk dat de overvallen in die tijd werden overgelaten aan de kleinere spelers. Terwijl Gwyneth's team nu betrokken is bij de ecstasy-business. Het feit dat de politie de grote namen in het misdaadmilieu opspoort, maakt het voor Gwyneth makkelijker om op te komen. Een van de belangrijkste figuren van wat nu de Marta-groep genoemd kan worden is inderdaad Najib Boubou, alias Bo. Zowel rechterhand van Gwen, maar ook zijn beste vriend, die hij als zijn eigen broer beschouwt. Dus er is geen tijd om de straat rond te hangen. Zaken zijn nu discreter. Tegelijkertijd is de man die Gwen's broer liquideerde net vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werkt sinds enige tijd als barman en als hij verlof neemt, rust hij meestal uit in een koffieshop in Amsterdam. Hij beseft niet dat zijn dagen al geteld zijn. Een gehelmde man met donkere kleren arriveert op een scooter en executeert hem zonder genade. Zijn leven eindigt ter plekke. Dan richten de onderzoekers al hun aandacht in de eerste plaats op Gwyneth, die zijn broer zou hebben willen wreken. Er doen geruchten de ronden dat een van de jongens uit het zuiden op de missie is gestuurd. Maar er is niet genoeg bewijs om iemand aan te klagen, want deze liquidatie blijft vooralsnog onopgelost. Een ander belangrijk personage in dit verhaal is Hussein, bijgenaamd Hoes. In tegenstelling tot de andere jongeren had hij een vrij goede gezinssituatie. Zijn vader had een goede baan in de sporthal De Pijp. Hoes en Gwen waren voetballiefhebbers, dus ze speelden in hetzelfde team als teamgenoten en konden het goed met elkaar vinden. Het is duidelijk dat in De Pijp gevestigde groep aan aanzien wint in de onderwereld.
maar vooral op straat. Daardoor wordt de oog van de politie meer en meer op Gwen gevestigd, die met vuur lijkt te spelen. Hij gebruikt zijn kieskeurige haard in zijn voordeel. Hierdoor kan hij lang vrij blijven, want hij wordt vrijgesproken op de meeste aanklachten. Maar hij pronkt een beetje te veel met zijn goederen. Op papier vinden we niets van bezittingen van de man die in dure auto's rijdt en dure horloges om zijn pols draagt. En dit alles versterkt dus de veronderstelling van de politie dat dit een beroepscrimineel is. Het vonnis van 7 jaar gevangenisstraf valt in 2008 voor verschillende strafbare feiten. Eenmaal aangekomen in detentiecentrum Zuiderbosch duurt het niet lang voordat hij een ontsnappingsplan bedenkt. Na amper een maand beklimt Gwen een muur met een touwladder en ontsnapt in een busje met de hulp van 2 van zijn soldaten. De autoriteiten doen hun uiterste best om de man op de vlucht te vinden. De jacht krijgt nationaal veel publiciteit, maar tevergeefs, want Gwen blijft onvindbaar. Terwijl niemand weet waar Gwen is, lijkt zijn rechterhand, Bo, veel tijd door te brengen in Antwerpen, waar hij banden opbouwt met de lokale onderwereldnetwerken. Een van deze groepen heeft de bijnaam de Turtles, met als hoofdrolspelers Hakim El-Ei, Nasruddin T. en Said F. Deze strategische keuze is logisch, want Gwennet, die zich realiseert dat het steeds moeilijk wordt om de drugs in Rotterdam te importeren, grijpt de kans door het logistieke centrum te verplaatsen naar de haven Antwerpen in België, waar de veiligheid minder belangrijk is. Om dit logistiek te laten werken, is het nodig samen te werken met de lokale families, die gespecialiseerd zijn in bergen van lading en corrupte contacten hebben in de haven. In deze situatie hebben de Turtles een ideale positie. Zij verdienen traditioneel geld op kleinere schaal door hash in te voeren en vervolgens te investeren in onroerend goed in Marokko. Maar tijden veranderen en gewoontes ook. Enorme winsten kunnen gemaakt worden met coke. De Turtles aarzelen niet om zich aan te passen aan een nieuwe trend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gwennet zich na zijn ontsnapping in Antwerpen schuilhield. Hier brengt hij veel tijd door met Hakim en zijn luitenant Bo. Ze feest meestal in de beroemdste nachtclubs van het metropool, waar de champagne rijkelijk vloeit. Maar het is ook hier dat hij een van zijn vriendinnen ontmoette. Ik was 16 jaar toen ik Marta leerde kennen in de Antwerpse discotheek The Knox. Hij stelde zich voor als Dennis, zo sprak ook heel Antwerpen hem aan. Ik wist niet dat hij eigenlijk Jeannette heette en internationaal gezocht werd na zijn ontsnapping uit de gevangenis. In het in de krant Panorama gepubliceerde interview beschrijft ze hem als een zeer gulle man die voor de zijne zorgt. Hij had een loft in Antwerpen waarin ze te alle tijden kon intrekken. Gwennets levensstijl lijkt intact te blijven, want zoals een detectief het beschreef, de topcrimineel zou €200.000 per week verdiend hebben. En dat moest ergens uitgegeven worden. Terwijl de jacht op de voortvluchtige in volle gang is, resulteert de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische autoriteiten tenslotte in een wegcontrole in de sloppenwijk van Antwerpen in Deurne. In een van de aangehouden auto's herkent de politie Gwennet in het bijzijn van Zonnepit, wat ook Saïds bijnaam is. Eenmaal geland in de gevangenis brengt zijn vriendin hem regelmatig bezoek, waarbij Gwennet zijn leven als bandiet uitlegt. Ondanks alles blijft ze met hem in contact. En dit tot het einde. Vanaf dit moment lopen de spanningen op, omdat Gwennet vanuit de gevangenis zijn vriend Bo als plaatsvervanger noemt in plaats van Hoes. En omdat deze laatste zichzelf ziet als de gelijke van de grote Gwennet, bekoelt de relatie sterk. Als gevolg daarvan zal er enige interne splitsing plaatsvinden en zullen de soldaten een groep moeten kiezen, het Marta-kamp en het Hoes-kamp. En terwijl sommigen dachten dat Hoes uit spel zou verdwijnen, creëerde hij zijn eigen logistieke lijn met de hulp van zijn zwager Benouf A, die de situatie onder controle leek te hebben. Op dit moment is het geweld nog niet echt zichtbaar, maar dat verandert in 2012. Als de verschillende Amsterdamse netwerken, waaronder die van Hoes, investeren in een levering coke in Antwerpen, die nooit bij de klanten zal aankomen. In het begin schommelt het geraamde volume van de lading uit Latijns-Amerika tussen 200 en 300 kilogram coke, maar volgens de officiële versie was het eerder 225 kilo.
Zodra de levering in de haven aankomt, sluiten corrupte dokwerkers hun ogen om mogelijke controle te vermijden. En laat het veld open voor de Turtles uit Antwerpen om het op te halen. Veel van deze gasten hebben broers of ooms die in de haven werken. Die kijken de andere kant op als ze met een sporttas op de kade verschijnen. Dit gaat echter niet zoals gepland. Want volgens het in berging gespecialiseerde team, dat de haven op zijn duimpje kent, blijkt de container al leeg te zijn. Het hele verhaal berust op dit element, dat zeer moeilijk te bevestigen blijft. Wij weten dat er in de maand februari in 2012 veel inbeslagnames door de douane waren. En volgens de eerste hypothese zouden de Turtles de nieuwe levering hebben gekaapt onder het voorwendsel van de andere inbeslagnames, om de klanten in Amsterdam af te bluffen. Het lijkt er ook op dat een deel van de bestelling de markt heeft bereikt met zeer lage prijzen, wat niet onopgemerkt kan blijven voor de Nederlandse klanten. Twijfels over het waarheidsgehalte van het verhaal ontstaan ook wanneer de Turtles in dure auto's rondrijden in een buurt die ze nooit voorbij zien komen. Dit lijkt ook te komen door snelle verdiensten. Volgens de tweede hypothese is de partij daarentegen gewoon in beslag genomen door de douane, terwijl de Belgische politie deze inbeslagname niet snel openbaar maakte. De klanten in Amsterdam, die geen woord van het verhaal geloven, sturen echter commando om de verantwoordelijke op te sporen en de goederen terug te halen. Na gedwongen verhoor met de dokwerker die samenwerkt met het extractieteam, richten de ogen zich logischerwijs op de Turtles, waarvan Hakim hier de hoofdrol speelt. Nadat de situatie in Antwerpen verhit, duurt het niet lang voordat Hakim naar het buitenland vlucht. Toch zal zijn verblijf daar niet erg lang duren, want gangsters en politieuniformen ontvoeren onder meer zijn jongere broer en nemen mee naar een oude fabriek. Een dag later ontving de familie een foto van een jonge man poserend naast de vleesmolen met een boodschap. Als er niet wordt betaald, gaan ze ledematen door de vleesmolen. Hakim zou contact hebben opgenomen met de politie en de naam van de ontvoerder van zijn broer hebben gegeven. Een Nederlander die zichzelf Ben noemt. Zeker verwijzend naar Ben Naouf. De Turtles verklaarden nog steeds dat ze niets gestolen hadden. En het was op dat moment dat het Antwerpse parket een persbericht uitbracht, waarin stond dat 2 weken eerder een grote lading cocaïne van 225 kilogram in beslag was genomen. Het Antwerpse parket maakte het nieuws pas vandaag bekend. De drugs zaten respectievelijk in 5 sporttassen. Ongeacht deze boodschap moesten de Turtles nog steeds het benodigde geld inzamelen. Hakim, die niet alleen op de politie vertrouwde, ging zelf naar Nederland om te onderhandelen. Een speculatief bedrag van miljoenen werd betaald en, zoals een bron verklaart, er zijn huizen verkocht in Marokko. Ook de auto's waarmee enkele Turtles begin 2012 door Borgerhout reden, zijn verkocht. Alles is terugbetaald. De jonge Turtle werd uiteindelijk vrijgelaten. Ben Naouf is nooit veroordeeld voor de ontvoering. Men mag niet vergeten dat in deze periode andere gevallen van geweld en ontvoeringen plaatsvonden in de Antwerpse onderwereld, in verband met de vermiste lading. Maar het enige dat herinnerd moet worden is dat de spanningen met de Turtles geleidelijk verdwenen zijn. Het is zelfs vandaag niet helemaal duidelijk of alle drugs door de douane in beslag waren genomen of slechts een deel ervan. Volgens een bron dichtbij het Hoeskamp, geïnterviewd door Panorama, ging het in Antwerpen niet om de vaak genoemde 200 kilo coke, maar om 300 kilo. Dat is helemaal geëscaleerd. Er zijn te veel mensen gesneuveld. Het is ontvreemd en het is zo naar buiten gebracht dat iedereen elkaar de schuld gaf. Het leek of iedereen op elkaar aan het jagen was. Het zouden vooral 2 strijdende partijen zijn. De groep rond Hoes versus Marta's. De jongens uit Amsterdam gaven hun net de schuld van zijn betrokkenheid bij de coup, omdat de Turtles slechts pionnen waren die voor de grote jongens werkten. De Turtles zijn eigenlijk een groepje straatboefjes die meer door geluk dan wijsheid zijn uitgegroeid tot echte spelers in het drugsmilieu. Hun geluk was om dicht bij Quenet en Bo te staan,
Daarom dachten sommigen zelfs dat de Turtles meer en meer hun Antwerpse tak werden. En dus, wanneer problemen ontstaan aan de kant van de Turtles, zien de Amsterdamse investeerders Martha's groep als een bondgenoten. Dus wendde Hoes zich eerst tot Beau & Gwinnett om product terug te krijgen. Maar zij beweerden van niets te weten, vooral Gwinnett, die nog steeds in de gevangenis zat. Daarom gingen ze op een eigen manier verder. Ben Oef achterlatend om voor de Turtles te zorgen, voor wie het probleem opgelost leek. Wat niet het geval was voor de groep van Gwinnett. Als vertrouwen wordt geschonden, lopen de spanningen op en moeten er koppen rollen. Vrijgelaten uit de gevangenis in de zomer van 2012 in afwachting van de herbeoordeling van zijn zaak, moet Gwinnett zich eenmaal per week melden bij de politie in Den Haag, omdat hij slechts op één adres mag wonen. De rest van de tijd brengt hij door in Antwerpen, samen met zijn vriendin. Omdat het geschil over de verloren lading nog lang niet vergeten was, stuurde Gwinnett zijn rechterhand Beau in oktober 2012 naar Antwerpen voor een afspraak in het Crown Plaza Hotel voor een soort bemiddeling. Maar wat hij nog niet weet, is dat er al een team klaarstaat voor actie dat alleen maar wacht op een bericht. We komen nu,